zijn nu in de Bijlmer, Zuidoost. Dat is een belangrijk deel voor ons, een belangrijk deel van Amsterdam. Het doel van vandaag was om zoveel mogelijk mensen te spreken. Aandacht te vragen voor de ChristenUnie. Nou, volgens mij lukt dat met zo'n brassband. Zoveel mogelijk flyers uit te delen. Maar vooral zoveel mogelijk luisteren naar mensen wat hen bezighoudt. Ik ben gepassioneerd voor deze stad omdat ik hier opgegroeid ben. En ik heb gezien wat voor een geweldige stad het is. Een van de mooiste steden ter wereld, maar tegelijkertijd ook een stad waar heel veel uitdagingen zijn. Als het gaat om armoede, als het gaat om werkloosheid, als het gaat om mensenhandel. Ik denk dat er genoeg uitdagingen zijn en daarom ben ik gepassioneerd om ook de gemeenteraad in te gaan. Om ook vanuit daar het verschil te kunnen maken. Om aan Amsterdam en Amsterdammers vooral te laten weten dat een ieder waardevol is, dat we niemand in de steek laten. Dames en heren, ik ben Don Seelen, lijsttrekker van de ChristenUnie Amsterdam. En op 21 maart mag u naar de stembus. 21 maart krijg je een fantastische kans. Krijg je de kans om je uit te spreken. Om richting te geven aan het bestuur van je stad, bijvoorbeeld van Amsterdam. En ik wil een ieder oproepen en ook adviseren. Stem op de ChristenUnie voor een leefbare stad. Een stad waar er ruimte is voor iedereen. En als je dan iemand kiest, zoals Don Seelen, die leeft, werkt vanuit zijn hart. Die knokt voor mensen in kwetsbare posities. Die hart heeft voor de stad. Dan heb je een fantastische kans om op 21 maart Don Seelen in de gemeenteraad te kiezen. En spoor ook uw vrienden, collega's aan om hetzelfde te doen. Dank u wel en tot de 21ste. Yeah.